Oh, look at Bardo, look at Bardo, look at Bardo, look at Bardo, redden we wel, redden we. Oh, een heks, een creeper, oh, gewoon een zombie erbij. Alles, alles volgt mij. Omdat het goede Mario slechte Mario is voor de YOLO. Ja, yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Goede Banjo Slechte Banjo. Vandaag ben ik hier in mijn eentje. Ja, in mijn eentje in de Goede Banjo Slechte Banjo wereld. Anders hadden jullie vandaag weer geen Goede Banjo Slechte Banjo. Dat neemt niet weg dat ik in mijn eentje op pad ga naar de stad. Het is een beetje donker op de server. Maakt niet uit, volgens mij moet ik deze kant op. We gaan deze kant ook op. In de hoop dat ik hier iets ga vinden. Oh man. Oh, was het donder? Dat was een donderschok. Donders en bliksems. Het is nog altijd Jordi's schuld dat ik hier loop. Oh, waarom ging Jordi dat... Oh, een heks. Oké, motherfuckers. Oh, het oude huis. Het oude huis. Yeah, save point. Oh, wat? Ga slapen. Oh, de heks die volgt mij. Oké. We gaan gewoon opnieuw. Ik weet zeg maar de coördinaten een beetje, waar we heen moeten ongeveer. En nu zit er een heks in ons oude huis, besef ik me. Dat is helemaal niet fijn. Een heks in je huis. Het voelt een beetje als waar ik opgegroeid ben. Oh, sorry mama als je dit ziet. Ik bedoelde niet letterlijk dat je een heks wordt. Oh, kut. Oh, crap. Oh, wat een scheidzooi. Oh, wat een drama. Dit is echt gewoon rennen voor je leven en hopen dat je het een keer redt. Oh. Ja. Kutbomen. Ja, oké. Oké, nu loop ik precies de verkeerde kant op, want... Het punt is, bij min 250 en min 260, daar ergens is de stad. Voor zover ik weet. Dus wij gaan lopen. Oh, hier, creeper. Hoi! Hey. Godverdomme. Niet cool. Crafting table. Nou, hier zijn we dus al geweest. Ga weg. Alsjeblieft, laat me met rust. Alsjeblieft. Ik ben helemaal niet zo'n spinnenpersoon. Ga weg. Oké, ga weg. Ja. Nee, oh, ik ben niet eens op het land. Wat is dit dan? Een blokje. Ah, oh, kijk. Schaapjes, die zijn lekker in bad aan het gaan met z'n allen. Hallo, schaapjes. Pas op voor de spin. Dus er komt een spin achteraan. En als je die spin op je dak krijgt, dan ben je dood. Oh, kijk. Oh, er zit een varkentje die is veilig. Varkentje zit hier veilig. Hallo, varken. Oh, god. Ja. Oh, jee. Dat was niet slim. Ja, en we kunnen verder met mijn leven. Oké. Oh, god allemachtig zeg. Lopen we nog een beetje goed? Ja, we lopen een beetje goed. Oh nee, ik zie daar weer een heks. Alsjeblieft, rot op met die heksen, zombies. Ik ben nu zo dichtbij. Oh! Mensen whatsappen me zelfs, wat een gekhuis. Pas op, wacht de volgorde. Oh, kut, waarom doet dit nou? Ik ben niet heel goed met filmen in Minecraft. Maakt ook helemaal niet uit. Ik heb het gevoel dat we in de buurt zijn van de stad. Oké. Ik zit bijna op min 250. Ja, hier ergens is het. Oh, god allemachtig mensen. Op dit grasveld zou het ergens moeten zijn. Een prachtige, wervelende stad. Oh, ja natuurlijk, het eten is op. Oh, waar ben je nou, stad? Waar ben je nou? Ik sta op het punt om mezelf in te graven, ga ik je heel eerlijk zeggen. Oh god, ik wil gewoon niet dood. Ik ben nu zo ver. Ik ben er heilig van overtuigd, laat ik het zo zeggen, dat ik in de buurt ben van de stad. Ik ben in de buurt. Ja! Daar is die waterval waar we het over hadden in een aflevering. Daar. Zie je dat?
Dat is de waterval waar we het over hadden. Mensen! Ik vind de stad zo meteen nog terug ook. Oh, god, dit is hem niet. Wel, misschien aan de andere kant. Ziet er wel heel mooi uit. Ik weet niet waar ik ben, maar het ziet er wel heel mooi uit. Alsjeblieft, vertel me dat hier. Ja, hier heel veel hoge dingen en zo. Ja, één zombie achtervolgt me, oké. Dat maakt niet uit, dat kan ik nog wel hebben. Oh jee, oh ja, ik heb eigenlijk eten nodig, anders ga ik sterven tot de dood. Waar is die zombie? Zombie! First world problems, bitch. Oh, daar is de zombie. Hi, zombie. Ja, ik heb je eten nodig. Zombie flash, ik wil zombie flush. Kom op, ik ga je slaan met mijn zaad. Ik ben een zombie in elkaar, het slaan met mijn eigen zaad. Oh, ah, slik mijn zaad. Kut zombie, oké. Zombie flash, ah, kom. Oké, nog één. Jij gaat weer te hebben zaad. Het is zo puberaal hier. Oh, 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 oh. Nu is het menis. Eén hartje, één voedsel. Gaat Bardo het redden? Eigenlijk weten we allemaal dat het waarschijnlijk fout gaat. Oh, ik had dat varkentje toch dood moeten slaan. Ja! Fuck yeah! Kut, sorry. Echt kut. Volkomen kut gewoon. Het is echt weer belachelijk. Oké, het is ook super fijn dat deze hele wereld in de nachtmodus is. Hoi koe, ik heb eten nodig sowieso, dus jij gaat dood. Jij gaat dood als ik... Ik word nu heel... Oké, dankjewel. 3 raw beef. Ik bedoel, hoeveel beef heb jij? Je hebt waarschijnlijk nog niet eens 1. Ik heb er 3. 3 gewoon, hè, in één klap. Zo doen we dat. Ja, de maan die gaat bijna weg. Oh, godzijdank, mensen. Dat is een beetje goed nieuws. Ik moet overduidelijk die kant op. Ja, hi creeper. Hi creepertje. Ga af. Ga af. Af. Spannend, ga Bardo dood. Ga Bardo dood. Oh, ik schrok een beetje. Ik geef het eerlijk toe, ik schrok een beetje. Het was zeg maar zo'n... hoe zou ik het noemen? Paranormal Activities. Nou, Paranormal Activities wel heel erg schrikken. Dat was echt heel schrikken, die hele kutfilm. God, ja, dood. Ik heb je vlees nodig. In ieder geval, Paranormal Activity, als je daarvan schrikt, dan is het een hele goede schok. Dood. Ja, daar hebben we hem. Mooi. Even alles pakken zo. Yay, hout, alles. Yay, ik heb alles meegenomen. Oké. Focus, Bardo. Oké, ik verwacht dat we zo'n 3 minuten hebben voordat we eraan gaan komen. Jongens, we weten het wel. Hou op met sms'en. Normaal als ik op ga nemen, dan vraag ik altijd... Hé jongens, sms me allemaal, dan lijk ik fucking populair. Oh man. Voor de mensen die het niet door hadden, sarcasme. Dat was sarcasme. Niet zo'n beetje sarcasme, het was heel veel sarcasme. Het was net zo sarcasme als zeggen... Hé, kijk daar, een hele mooie rode paddenstoel. Terwijl iedereen weet dat het... Kijk, laat maar. Ik ga nu niet te ver door, maar... Ik heb zo'n paddenstoel als deze nog niet vaker gezien in de Minecraft-wereld. Wel gezellig. Chill. Leuk dat je meedoet. Meedenkt en zo. Kijk. Oh, ik schrok. Ik schrok heel erg van mezelf. Wie schrikt er nou van zichzelf in Minecraft? Deze man. Deze man schrikt van zichzelf in Minecraft. Fuck yeah. Oké. Ik denk dat we deze kant op moeten. Jongens, we weten het nu wel een keer hoor. Hè, ouwe zop. Oké. Nog 200 blokjes deze kant op. En dan zou ik in de buurt moeten zijn van waar het ongeveer is. Oké. Allemaal paddenstoelen. Madness mayhem. Oh, is het, ja, ik zie hier. Ja, dit is goed. Dit is de waterval waar ik over sprak, denk ik. Jongens.
Jongens, jongens. Is dit, dat is de waterval. Ik zie hier direct allemaal schapen. Gelukkig is Jordi er niet bij. He, anders hadden we een probleem. Huh. Ga dood, alsjeblieft, ga dood. Oh, hij komt weg. Twee, en dan de derde, en dan de derde, en dan de derde. Voor het bed, voor het bed, voor het bed. Oh, nee, wat doe je nou, kutschaap? Oh, ach, dan lekker door, kut. Oh, wat is ook echt... Ik geef het schaap trouwens geen ongelijk. Dat schaap dacht ook bij zichzelf. Ik ga toch dood, fuck jou, ik ga in een kuil springen. Dan maak ik het moeilijk. Dat doet hij goed. Sowieso doet hij dat goed. Jongens, volgens mij is de missie gelukt. Jordi doet een aflevering niet mee en kijk wat er gebeurt. Is het niet prachtig? Kijk waar wij nu aan gaan komen. Het is mooi. Ik heb het gewoon gered. Zonder Jordi. Even heel duidelijk in hoofdletters erbij vermelden. Hè. Zonder Jordi heb ik het gered. Even kijken of alle spulletjes er nog liggen. Als al die spulletjes er nog liggen, is het wel heel handig. Oh, 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 yeah. Oké. Waar is het gat? Hier is het gat en boeia! Oh! Bardo, you saved the motherfucking day. Oh, mensen. Jordi is een noob. La 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 la. Ja, nu ben ik eigenlijk een noob aan het uithangen. Ik moet even van... Ik ga even alles eerst uit deze kel halen. Oké, dit gaat niet werken. Dit gaat niet werken, mensen. Je kan zeggen wat je wil, maar Jordi die denkt tenminste wel met je mee in zo'n serie. Dat is leuk. Jordi, dankjewel voor de crafting table. Ondertussen... twee chests. Ik wil twee chests. Twee chests, alright. We hebben twee kistjes. Kunnen die weg? Ja. Oh, oh, oh. Oh, man, ik zet ze allebei verkeerd. Kijk ook. Gewoon totaal... Heb je dit ooit gezien in een Minecraft-serie? Hè? Dat iemand gewoon niet eens fatsoenlijk die kistjes kan neerzetten? Het is een drama. Oh, we hebben echt heel veel wol nu. Nou, in ieder geval, Jordi die kan het lekker in zijn eentje uit gaan zoeken. Oh, Bardo, Bardo, red de dag. Goeie Barjo, slechte Barjo, Bardo, Bardo, red de dag. Kijk hem nou eens gaan. Hey, Bardo, Bardo, red de dag. Kijk hem nou eens, kijk hem gaan. Bardo, ja sorry, dit is echt even mijn moment. Ik had het misschien zelf ook niet volledig verwacht dat ik het ging redden. Moet ik ook eerlijk zijn, het is dag geworden. Hè? Het is dat het dag is geworden, anders had ik het ook nooit gered. Van zo lang zal zijn leven niet. Oh, kijk daar, hout. Hè? Jongens, jongens. We gaan voor die spawnpoint. We gaan voor de spawnpoint. Dat is hem. 1, 2, 3. Boeia! Oh! Oké, check deze, check deze. Zo. Bedje daar. Niks aan de hand. Je weet zelf gewoon even. Boom in bed. Oké, ik kan niet. Ik kan niet in bed. Oh. Ik hoop dat ze allemaal sterven in Minecraft. Dood en verderf. Oh, ik viel bijna in mijn eigen Oh, er wordt ook weer dit is het einde van de aflevering. Dat voel je aan alles. Alles komt nu samen. Ik haal trouwens wel die TNT weg. Als er een creeper aankomt, dan ben ik de lul. Dat is niet te zuinig. Oké. Wat we gaan doen. Ik heb een idee. Kijk. Laat ik vooral beginnen met... Bloep, 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 bloep. Oké. De deur. Jongens, 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 jongens. De deur van Bardo's huis. Boom. Oké. Dat was mooi, dat was mooi. Ik hoor je denken, Bardo, dat is geweldig. Wat ga je nu doen? He? Kijk nou eens mee op je scherm in plaats van dat vragen. Wat ik nu aan het doen ben is overduidelijk. Dit is magisch. Dit is een huis wat gewoon zo goed als af is zometeen. En jij bent getuige. Jij bent nu een van de hoofdgetuigen. Hè? Jij bent nu een van die mensen die kan zeggen, ik was erbij toen we er allemaal achter kwamen. Dat Bardo beter Minecraft kan spelen zonder godverdomme Jordi, omdat Jordi alleen maar alles kan verneuken. Laat ik mezelf iets te veel gaan in mijn eigen emoties? Misschien. Misschien. Maar Jordi... Oh ja, die heeft een koershuis. Ik zal Jordi... Weet je, kijk, dit zou Jordi nooit doen, hè? Ik help Jordi, kijk me nou. Oh, Jordi, alsjeblieft jongen, als je dit ziet... Oh, kijk eens, wat een vloer. Niet normaal. Jordi, moet je dan niet dat even weghalen? Nou, jongens, je ziet het. Deze aflevering zijn we veel meer opgeschoten dan ooit tevoren. Ik heb een bed, ik heb een vloer, ik heb een stad gevonden.
Ik ga nu ik weet niet wat ik nu ga doen. Ik heb geen idee wat ik nu ga doen. Ik ga wachten tot het nacht is en dan ga ik in mijn bed liggen en dan heb ik een spawnpoint. En dan kan Jordi mij nooit meer iets maken, want ik heb de stad teruggevonden en ik ben er trots op. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Morgen ben ik er hopelijk weer met Jordi, Rick, Yuri of Vincent. Ik weet het nog niet zeker. Heb jij een leuk idee voor goede bio, slechte bio? Laat het vooral weten in de reacties hier beneden. Nog even mijn excuses voor afgelopen maandag en dinsdag. Toen heb ik heb niet de afleveringen geüpload. Heel erg sorry daarvoor. Hou Banjo Movies in de gaten, want op Banjo Movies, daar komt iets en dat maakt het meer dan goed. En als je iets getik hoort, dat is dit. Het is belachelijk, ik weet het. Dat ik dat geluid überhaupt na ga bootsen, slaat nergens op. Bedankt voor het kijken, gasten. Tot morgen. Tot morgen, dan zijn we er weer. Ja, en ik check jullie later. Bye.